Hoi allemaal! Het leek me vandaag weer leuk om een eerste indruk te doen. En dit keer van een aantal producten van Miss Sporty. Ik heb er al heel lang niets van gebruikt, dus ik ben er wel weer benieuwd naar. Want deze naam sprak me heel erg aan. De Instaglow. Instaglow Foundation. De Flawless Luminous Complexion. En de Instaglow Blusher. En nog een lipproduct. En die, dat is in de kleur My Cute Coral. Deze ga ik gebruiken. Ik heb al mascara op en mijn wenkbrauw gedaan. En that's it. En dagcreme. Dus we gaan gewoon meteen beginnen. Ik heb de kleur 03 medium. Er staat dat het een Photoshop effect heeft. Instant Flawless Luminous Complexion. Nou, een beetje schudden voor de zekerheid. En ik heb hier net de sticker al afgehaald. Dat was een ware cream. Nou, dit is de kleur. Ik denk dat het wel redelijk oké is. Nou, ik breng het eigenlijk altijd aan met mijn vingers. Nou, het ruikt wel lekker. Nou, hij voelt ook wel prettig. Zeg maar, hij smeert makkelijk uit. Maar ik heb het nog niet van dichtbij gezien, want ik zie mijn spiegeltje nu heel erg in de verte. En ik zie jullie zeg maar op het scherm. Tenminste, wat jullie zien, zie ik op mijn scherm. Nou, ben benieuwd. Oké. Ik dacht eerst, oh, ziet er wel mooi uit. Maar hij is vlekkerig. Oh. Hij is echt heel vlekkerig. Ik probeer het een beetje weg te werken. Ik weet niet of je het kunt zien, maar het is echt totaal niet flawless, zou ik willen zeggen. Jeetje, oké. Ik ga denk ik even een beauty blender pakken, kijken of dat nog iets kan redden. Nou, ik heb een sponsje gepakt en nat gemaakt, dus op hoop van zegen. Op zich, op mijn wangen valt het wel mee, maar mijn voorhoofd en op mijn neus en hier is het echt verschrikkelijk. Nou, alleen hier al voor zou ik hem niet kopen, gewoon omdat ik hier echt geen geduld voor heb om zo lang bezig te zijn met een product in mijn gezicht werken. Maar het helpt dus ook nog maar de vraag. Ja, nou, dit helpt wel, gelukkig. Maar, nee. Nou, dit valt een beetje tegen. Goed begin is halve werk. Maar, nou, dit is het niet. Ja, het is echt verschrikkelijk. Oké, nou, we gaan ermee werken. Dit is definitely geen aanrader wat mij betreft. Het is niet dat ik nu een droge huid heb. Ik heb ook net crème op gedaan, dus dunne. Ik ga concealer aanbrengen. De Maybelline Superstay 24 Hour Concealer. In de hoop dat het flawless effect nog ergens vandaan gaat komen. Want zoals je ziet, mijn onzuiverheden zie je nog steeds. En zijn echt niet enorme onzuiverheden. En als ik dan toch met een beauty blender bezig ben, ga ik daar maar gewoon mee door. Dan onder mijn ogen de Maybelline Age Rewind. Dan ga ik wat poeder aanbrengen. De Hourglass, het Ambient Lightening Powder in Dim Light. Hij is echt bijna helemaal op. Gelukkig heb ik nu dan de grote verpakking die op me staat te wachten. Dan een beetje bronzer. De L'Oreal Glam Bronze in blond, volgens mij. Harmony Blonds. Nou, ik denk, weet je, als je deze stap allemaal hebt gedaan en je hebt echt goed geblend, dan gaat het wel. Maar ik zou hem echt zeker niet aanraden. Ik vind het ook echt heel raar.
En dan is het tijd om de blush te gaan testen. En hier was ik het meest benieuwd naar. Waar is hij nou heen? Oh, hier, het ligt voor mijn neus. De Instaglow. En ik heb de kleur 03 Flushed Pink. En het is echt een super mooie glowy blush. Ik vind hem echt, het ziet er echt heel mooi uit. Ik zal hem eerst even swatchen. Hij is vrij roze. Het is echt wel redelijk heftig roze. Maar goed, voor de zomer. Maar goed, voor de zomer kan het best. Nou, ik doe mijn kwast erin. En dan breng ik hem aan. Ja, dit is beter, jongens. Dit is beter. Lekker veel, want kunnen we het goed zien? Nee, deze vind ik echt heel mooi. Ik weet niet of je het mooi kunt zien. Een hele mooie glans. En het is gewoon een lekkere roze flushed blush. Ja, nee, dit is definitely, deze is sowieso goedgekeurd. Ik had me niet beseft dat die zo roze was, want ik denk dat de Cute Core, ik moet even dit dingetje eraf halen, wat ik dus heel jammer vind. Oh nee, hier staat het ook. Ik wil net zeggen, anders heb ik alleen maar daar de naam op staan. Want ik heb dus nu een koraalroze blush genomen. Lipstick genomen. Dat past niet helemaal bij mijn wat meer Barbie roze blush. Maar goed, we gaan het zien. Het gaat natuurlijk vooral om wat we ervan vinden. Nou, dit gaat alvast erg goed. Maar ik kan hem denk ik wel nu gewoon open draaien. Ja. Dit is dus een beetje lelijk geworden. En dit is de kleur. Ik zal hem even swatchen. Oh, dit gaat wel samen. Het is een... ik vind het echt een hele mooie kleur. Het is een... Zo. Ik ruik een aardbei of zo. Hij dekt heel mooi. En het is inderdaad wel een beetje koraalroze, maar wel echt richting het roze en niet richting het oranje. Nu is alleen mijn bovenlip. Hij heeft een beetje een satin finish. Hij dekt ook mooi. Ik vind hem eigenlijk wel heel leuk. Ja. Nee, dit is ook goedgekeurd. Het enige wat dus echt tegenviel was de Instaglow foundation. Want dit vind ik echt een verschrikkelijk product. Nou ja, ik weet het niet. Ik zit nog te lezen of ik iets heel geks heb gedaan. Maar volgens mij niet. Nee, maar ik vind de blush echt heel leuk. Ik vind de lipkleur echt heel leuk. Ik vind niet per se een hele goede match, de lipkleur en de blush. Maar de lipkleur voelt ook prettig aan. Een beetje dik. Ik denk niet dat hij heel lang op mijn lippen blijft zitten. Ik zal eens even kijken hoe dat hier. Maar ik heb wel, ik denk, als ik zeg maar zo een beetje hiermee aan de slag ga, denk ik wel dat hij mooi subtiel vervaagt. Ik denk dat je hem ook heel mooi als blush kan gebruiken. Als je het zo ziet, dan wordt het gewoon echt een hele mooie tint. Ik zou zeggen, match de blush en de lipkleur niet bij elkaar. Maar de lipkleur kan je dus ook prima op je wangen gebruiken. Ik vind hem eigenlijk wel heel leuk. Ik weet niet hoe lang die houdt op mijn lippen. Maar hij voelt niet alsof hij er heel snel van af zal glijden. Maar ook niet alsof hij er heel lang op blijft zitten. Dus we gaan het zien. Mocht ik hem echt helemaal geweldig vinden, dan zie je hem vast terug in mijn favoriet. Maar voor nu, zeg maar qua look en feel, zeg ik top. En die blush vind ik erg mooi. Dit is kleur 03, maar ze hebben dus nog meer kleuren. En eigenlijk ben ik wel benieuwd naar de iets meer koraalkleur. Want deze is vrij roze. Dus ja, daar ga ik misschien nog voor kijken. Maar ik vind ja, erg geslaagd. Behalve deze, die kunnen we direct wegdoen. Ik hoop dat jullie deze eerste indruk leuk vonden.
Als je nog meer benieuwd bent naar bepaalde producten voor een eerste indruk, laat het vooral weten. Heel lang geleden heb ik een vraag gekregen over een krul- en stijltang van de Action, of ik die wilde testen. Mocht diegene nu kijken, dat zit nog steeds wel in mijn hoofd, maar ik moet zeggen, iedere keer als ik bij Action ben, vergeet ik het. En ik ben ook een beetje bang, want ik heb natuurlijk wel blond haar en blond haar is relatief kwetsbaar. En ik kan me niet voorstellen dat zo'n tang van de Action, dat die goede platen heeft. Dat wil zeggen dat ze niet keramisch zijn of dat ze in ieder geval niet zo goed zijn als de net iets duurdere varianten. Kijk, ik zeg niet dat je meteen voor 100 euro, maar de net iets duurdere, dat die platen die net iets beter zijn. Dus ik ben er ook een beetje bang voor om te gebruiken. Maar ik heb hem nog zeker in mijn hoofd zitten. Dus als ik een keer aan denk in de Action en ik loop er tegenaan, dan ga ik hem zeker testen. Ik hoop dat jullie leuk vinden. Sorry trouwens voor mijn stem. Ik heb het helemaal niet gezegd, maar ik blijf gewoon een beetje hees. Ik blijf heel veel hoesten. Het is een beetje een meerjarenplan. Welkom in het leven van een net mama. Dan krijg je dat schijnbaar er gratis bij. Dus sorry voor mijn wat heese stem. Ik hoop dat jullie er geen last van hebben gehad en het leuk vonden om te zien. En ik wil jullie weer ontzettend bedanken voor het kijken. En ik zie jullie snel. Doeg! Ze zijn dus een beetje kant. Dus je ziet gewoon je voeten er doorheen. Maar niet je tenen, want er zit gewoon een dichte neus. En daar vind ik ze ook